Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi. Oké, we gaan terug naar Suriname. Alle economen staan op hun achterste poot op dit moment, want er is een wet aangenomen en ze zijn niet eens met de wet. Ik heb nu de voorzitter van VES, meneer Winston Ramota, zien. Wat is zo slecht aan deze wet, wat aangenomen is in de Nationale Assemblée? Het is een hele slechte wet, omdat het een symptoom wil bestrijden en niet de oorzaak. Als wij nu de burger gaan verbieden om zaken te doen in vreemde valuta en daardoor denken dat daardoor de wisselkoers stabiel gaat worden, dan vergissen we ons, dan kennen we de basiswetten van de economie niet. Ik denk dat de economen van de regering opnieuw terug moeten gaan naar de universiteit om de basiswetten te leren. Je kan een koers namelijk niet per decreet of per wet bepalen. De koers wordt bepaald door de kracht van de economie, door de verhouding tussen vraag naar dollars, naar vreemde valuta, en aanbod van vreemde valuta. En als je meer valuta uitgeeft dan je verdient, dan heb je altijd een druk op de koers. En dan gaat die koers naar 13, 14, 15. Dan kan je niet je kop in het zand steken en zeggen, ik wil dat het 7,52 moet blijven. En dat doe ik dus nu bij wet, want ik heb 26 parlementariërs voor. Zo werkt dat in de economie niet. De mensen die deze wet hebben ingediend zijn dezelfde mensen die de brief, die open brief naar u schreef over VES, over dysfunctioneren van VES? Zeg maar dezelfde partij. Ik weet dus niet wie dat precies zijn. Nee, omdat u hun terugstuurt naar de schoolbanken, de economen. Ja, of ze moeten collegegeld gaan terughalen, want ze hebben er niks van geleerd. Wat gaat deze wet betekenen voor de economie? Wel, we waren al in een moeilijke situatie. We waren al op de rand van de economische afgrond. Toen kwam corona er bovenop. Met gevolg dat we niet kunnen protesteren, want we mogen niet met meer dan zoveel mensen op straat. We willen elkaar niet besmetten, dus ik ben lekker thuis. En dan komt deze wet er bovenop om ons verder te gijzelen. Het gaat de economie niet goed doen. Integendeel, mensen gaan hun dollars niet meer aanbieden aan de bank. De importeurs gaan niet genoeg dollars kunnen krijgen om de basisbehoeftes te importeren. Dus we gaan straks met een tijdsmarge van 2-3 maanden gaan we lege schappen zien in de supermarkets. Maar en dan komt de tijd van de jaren 80 terug. Dat er bepaalde dingen niet te krijgen waren. Dat de bevolking massaal gaat hamsteren. En dan niet om corona, maar om het slechte economische beleid. De regering, of de economen van de regering, die zeggen tegen mij van dit is een maatregel om de koers naar beneden te krijgen en stabiel te houden. Ze houden zichzelf voor de gek. Of misschien is beter gezegd, ze proberen ons voor de gek te houden. Maar we zijn niet van gisteren. We hebben dit al vaker meegemaakt. Het is de vierde keer dat dit gebeurt met ons. En het zijn iedere keer dezelfde mensen. Maar ze blijven die leugen herhalen in de hoop dat er genoeg mensen in trappen. Wat betekent dit nou voor de koers? Zij willen toch die koers omlaag brengen. En dus dit is de maatregelen die zij genomen hebben. Dat is toch goed? Als die koers, ik spreek u dan weer, laten we zeggen over een maand. Als die koers teruggezakt is naar 7,52, dan geef ik een feestje. Krijgt u een ticket van mij gratis aangeboden met verblijf in Torarica. Het is vandaag 22 maart, ik noteer het hoor. 22 april bel ik je terug en als die koers onder de 8 is, dan heb ik een verblijf in Suriname van jou. Afgesproken. Oké. Okay. Dus die koers gaat sowieso omhoog, zeg je? Nee, kijkt u. De oorzaak van deze crisis en het feit dat het maar niet beter wordt, alleen slechter, ligt bij financiën. We geven veel meer uit dan we verdienen. We geven 3-4 miljard meer uit dan wij verdienen als staat. Zolang wij dat blijven doen, blijven we een beroep doen. Of er moet SRD binnenkomen, dus er moet geleend worden.
En nu we aan het plafond zijn van ons lenen, we hebben ons kapot geleend. En we hebben die reserves ook nog opgegeten. Dan zit je compleet vast. Dus het enige wat nog kan gebeuren, is dat we bankbiljetten gaan drukken. Monetair gaan financieren. En dat gaat hij merken en de koers. Want er gaat meer SRD zijn en er gaan weinig dollars zijn. Logisch dat die koers omhoog gaat gaan. Nee, maar Winston, als mensen, levende mensen, we zijn geen aliens, dit soort voorstel indienen en aannemen, wat scheelt met, wat is er aan de hand? Ze zitten met hun rug tegen de muur en dan doen ze dit soort dingen. En ja, ze hebben geluk dat we dus nu corona hebben, waardoor we niet op straat kunnen komen. Ja, maar corona zal niet voor altijd blijven. Hopelijk niet. Dus je ziet een verband met corona en deze wet, dat ze het doorgedrukt hebben in de coronatijd. Ik denk dat de regering van deze situatie misbruik heeft gemaakt door deze wet snel in één avond doorheen te drukken. Het is volgens mij de snelst aangenomen wet met de meest ingrijpende economische gevolgen hebben ze in 12 uur of zo doorgedrukt. Met 26 stemmen. Ja. U bent Surinamer, het is strafbaar om valuta te hebben nu als Surinamer ingezetene. Wel, dan gaan ze me moeten opsluiten hoor, want ik heb valuta. Je bent live op de radio en je weet, ik neem alles op hè, en ik kom online straks. Ja, ze mogen komen. Ik luister nu. Een land regeer je niet met de harde hand. Een land regeer je met staatsmanschap en met overtuiging en het goede voorbeeld. Als men denkt dat men geweld gaat gebruiken tegen de burger, die zijn eigen belang wil behartigen, want niemand wil een dief zijn van zijn eigen portemonnee, dan als je dat gaat doen tegen je burgers die hun eigen belang willen behartigen, dan ben je regering niet waard en dan ga je ook niet lang blijven zitten. Hmm. Hoe lang zal deze wet overeind blijven? Als ik mensen zo, dan heeft niemand iets goeds. Er zit niemand iets goeds in deze wet. Hoe lang zal die nog blijven? Ik wil nog een tweede weddenschap met u aangaan. Ja. Dat het nieuwe parlement dat straks gekozen gaat worden, dat een van de eerste wetten zal zijn die zal worden afgeschaft of bijgesteld. Deze wet? Ja. Oké. Okay. Omdat deze wet gaat die hele economie vast laten lopen. We hebben ervaring in de jaren 80 toch, met EA, met schaarste en EA-dollars en dat soort zaken. Dit gaat weer gebeuren en dat gaat die economie laten vastlopen. En dan gaat ook de Mofina Wang, die nu misschien denkt dat het niet tegen hun gericht is, ook die gaan begrijpen dat dit beleid niet in hun belang is. Maar eigenlijk, iemand van de coalitie die zegt mij van, is toch wat we willen dat we één koers hebben, is wat ook de VES wil. Want ik zeg, ik weet niet of VES blij gaat zijn, want ik ga VES zo bellen. Hij zegt, bel VES. VES wil altijd dat we één uniforme koers hebben en niet 3-4 koers. Want aan de hand van jouw interview zegt de NDP-topper dat. Is toch wat je altijd gewild hebt? Maar ziet u die gemeenheid van de redenering? Natuurlijk willen we één koers, een geunificeerde koers. Maar niet een koers die kunstmatig laag gehouden wordt. Want dat houdt geen stand. Dat heeft men toch al jaren geprobeerd. Hoe lang is die koers al boven de 7,52? Dat probeert men al jaren. En het gaat toch iedere keer omhoog, omhoog, omhoog. Ondanks dat de president zinkt omlaag, 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 gaat die koers maar hoger en hoger. De laatste stand was 14 of 15. Als het per decreet of per wet terug te dirigeren was, was het toch al lang gebeurd. Ja, maar Winston, ik ga namen noemen, Misikaba NDP, die zegt van, het is toch wat jullie altijd geroepen hebben, van er moet één koers komen, geen Chotelau koers en centraal, maar nu heb je toch een koers van... Ja, nee, ja. Is correct, maar die koers moet een evenwichtskoers zijn tussen vraag en aanbod. En wat we nu gecreëerd hebben, is dat we overmatige vraag hebben en een te lage aanbod. Dus deze koers van 7,52 is niet te houden. Als men zegt, we willen één koers hebben, en die koers gaat een geunificeerde koers zijn, een evenwichtskoers die vraag en aanbod stabiel evenwicht brengt, daar zijn we helemaal voor. Maar dan had je direct die koers moeten unificeren. Dat heb je niet gedaan. Je hebt gezegd, de koers is 7,52. Ja. En tegen 7,52 voorzie ik rampen. Als er morgen geen devaluatie komt,
als er morgen geen devaluatie komt, is er een structurele onevenwichtigheid in die economie. En dan gaat alles op slot. Iedereen gaat zijn dollars thuis houden. Niemand gaat zijn dollars brengen voor de bank om maar 7,52 te krijgen. Bovendien, het is nog veel ernstiger. Wat denkt u dat onze rijstboeren gaan doen? Of onze groenteboeren gaan doen straks? Want ook hun opkoopprijs gaat omlaag. Want als die exporteur 7,52 krijgt voor zijn exportdollar, dan gaat hij die boer maar de helft geven van de prijs die hij hem zou geven. En dan draait die boer op verlies, dus gaat hij stoppen en gaat niet meer inzaaien volgende keer. Dus we gaan die hele economie, en we hebben die film al gezien, dus laten die economen, die zich econoom noemen, die bij de regering zitten, laten die de geschiedenis een keertje gaan bestuderen. Hé, hey, maar mensen, wat u nu vertelt, het klinkt zo helder, hè? Maar waarom vertel je het niet? Waarom vertel je het zo helder hier en niet daar? Ik ben geen econoom, maar zoals je het nu vertelt, dan begrijp ik en ook al mijn luisteraars die geen econoom zijn. Dus ik denk van, kunnen ze dit niet inzien? Zien ze dit niet in? Wat willen ze hiermee bereiken? Nee, ik vertel het hier ook. Alleen zij moeten een verhaal ophouden om hun activiteiten te legitimeren. Ik kan u zeggen, de komende maanden, als men vasthoudt aan deze koers, zullen een paar van hun slapend miljonair worden. Omdat sommigen toegang hebben tot die 7,52 dollar, leest Chotelal, maar het zijn meer mensen, het is niet alleen die ene meneer Chotelal. Het zijn de mensen die toegang hebben tot de macht, die kunnen goedkoop die dollars dan kopen. En dan gaat een zwarte markt ontstaan waar men het weer kan verkopen. Dus mensen gaan slapend rijk worden, zoals dat de afgelopen periode gebeurd is. Wat een toestand. We gaan het hierbij laten. Wees voorzichtig, geen valuta hebben, want dat is strafbaar nu in Suriname. Ja, toch? Ja. Maar u vraagt mij nu om mijn verstand op nul te zetten. Ja, dat lijkt me een beetje een zware opgave. Nee, dat is de wet, want als je nu met 50 US betrapt wordt, dan mag men het confisceren, toch? Ja, maar als de wet onrechtvaardig is, tegen het belang van de grote meerderheid van die bevolking, dan zullen we eraan moeten werken om die wet te veranderen. Oké. Okay. Succes, Winston Ramotasi, voorzitter van de Vereniging Economisten in Suriname. Dank u voor uw toelichting. Ja, graag gedaan. Er is hier middag en wat gebeurt er, jongen? Een wet wordt daar aangenomen en de hele gemeenschap is niet blij hiermee. Boze mails krijg ik. Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio. We'll be right back.